Kijk ze. Ochtend. We zijn iets aan het. De zon is een beetje wakker. Nog niet zoveel. Oh, die bent al heel die vallei heel mooi te belichten. We gaan dat straks het verloop doen. Kijk wie dat er daar is. De zon. Oh, heerlijk. Het is 6:30 ongeveer, denk ik. We zitten hier in de vallei, we gaan wel slapen. Daar is Philippe, nog op bed. Hier is dan wakker. Hier moet altijd veel vroeger opstaan. Maar die is er 10 keer trager dan Philippe. Dus niet denken dat Philippe een slaapkop is. Dus hier is het traag voelen. Zo is het dus. Maar dit is wat ik wil zien. Hè. Ik wist dat pas vanaf 6:00 en een beetje ging kunnen licht opkomen. En nu gaan we dat langzaam kunnen volgen. Dat zien. Wauw. Voilà, 8 sterren hotel vandaag. Kijk, zie je, voordat we vertrekken nog een keer ons kamp. Maar het groot voordeel is dat de zon er net doorgekomen is. Dit is dus alles 8 sterren hotel. Checkt waar dat we zijn, jong. Checkt waar dat we zijn. Maar zo een landschap. Daar we slapen zien. En nu gaan wij hier zien. Naar boven. Op sneeuw die op dit moment nog gelukkig keihard is. En dan zakken we niet in. En op die sneeuw kunnen we goed vorderen met de sneeuwraketten. En de laatste keer kijken naar de slaapplaats van vannacht. Hoe schitterend schoon. Voilà, daar wij slapen. En nu gaan we voor. Kijk, gaan we ook Philippe een beetje inhalen. Dat is onze slaapplaats daar. Kijk. En dat klein rotsje midden in het scherm. In heel dat landschap. Dat wij hier nu zo gaan verder stappen. Kijk. Hoe geniaal is dat niet? Kijk. Waar wij hier zijn. Kijk, zie. Philippe weet de plekjes en de wandeling te kiezen. Ja. Daar zie. En na die 2 koers erachter, daar gaan we naartoe. Kijk, wat een zeldzame keer naar Evert voor Philippe is. Dat lukt alleen maar als de wegligging goed is, de sneeuw goed. Maar anders is Philippe altijd rap. Hè. Maar kijk maar een keer. Wat we hier zijn. Zie. Man vent. En achter elke bocht verandert het landschap hier. Schitterend gewoon. Kijk, zie. Sneeuw.
kijk. Ja. Dan zijn we nu op 2380 meter blijkbaar. En vandaag gaan we naar 2800. Ik dacht 600. 500 meter klim. Ik heb iets af te doen, hè, maar. Het is onbewust, het is gewoon mijn ongelooflijk slecht geheugen. Het is gewoon niet meer dan dat. Zet er nog. Voilà, zie. Ja, schitterend, hè. Kijk. En zo. En verloopt een tocht. In ongelooflijk goede sneeuwcondities. Hard, niet inzakken. Wil je het allemaal volgen of... Kijk, hoe schitterend. Dat horen. Daaruit. Kom maar bij, Bien. Anders zouden we er nooit geraken. Dus elke halve dag zijn dat totaal andere sferen. We hebben dus een dag dat we mega geklommen, een dag mega afgedaald, een dag rustig geklommen, een dag bijna vlak, nu hebben we een ochtend bijna vlak. Heerlijk zo op de helling. Met een pad, sneeuw dat we niet inzakken, kun je niet beter wensen om te vorderen. Schitterend. Hoe prachtig kan het zijn. Voilà. Kijk. Niet zo eenvoudig allemaal. Hè. Oh, zo prachtig. Ik ga zien. Hoe schitterend. Hoe schitterend. Hopla, verloren het landschap. Ja, trap op mijn eigen stok natuurlijk, als ik stap terwijl ik op film ben. Niet zo makkelijk. Het is rond de hoek. En wij zijn hier op dit is 320 meter hoog, maar en we nog 450 klimmen. Kijk, ja, hier zijn de machine revealing shots. Ja, Philippe kan bijtanken, zie. Heerlijk. Voilà, zie. Pauze ik vandaag. Aan de top. Heb een omgeving. Kijk, en voor iedereen die zich afvraagt hoe vers dat water hier is. Dat van hinder bovenaan komt. En ja, kijk, waar ik mee kan. School, hè. Ik kan niet beter aan. Hoe ver wil u drinken?
Dus nu is er maar één vraag die ons rest, hè. Is life better in Dubai? Nee, jongen. Prins Marcus, spijt me, je zit fout. Oh, prachtig shot. Wat? Diep en daar? Schitterend! Hier is het punt dat we zeker een sneeuwraket nodig hadden. Daarvoor misschien nog niet, omdat hij wel het extra gewicht van zijn draaien. Maar nu is dit echt zoiets van... Kijk, ik kan zelf Filip zien in beeld. Ja, een beetje laag, hè? Ja, wel, het dalt daar weer even, hè. Ik weet niet dat de kol op 1 uur is of op 11 uur voor ons. Ja. Oh, kijk, 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 kijk. Alpinski is beneden. Man, man. Even pauze. Rugzak uit. Batterijtjes opladen. Daar gaan we naartoe zien. Ergens aan die kol. En daar moeten we niet naartoe. Chance. 2477. Niet slecht. Hallo, nice, hè? Oh man, oeh, de moeite, hè? In principe hoef je zo ver, dus je kunt daar dat padje rechts draaien. Man. Geniaal is het wel. Is het moeite, hè? Ja. Oeh. Dan moet ik meten. Oh ja, maar is goed. Wil je hier zitten? Ja. Kom, helemaal goed, hè? Ja, ik ga niet veel eten kunnen nemen nu. Ja, zie. Tijd voor sjerstakken.
het is wel een schitterend zicht, hè. Ja, en we weten, met een paar uur is het een heel andere vallei dan we zien, hè. Ah, is het fantastische erin. En dan gaan wij langs daar verder. Oké, voilà, is die middagpauze. Dan gaan we een drank maken. Die diepel bodem kan daarin gegoten. Zodanig dat dat die sneeuw kan smelten. En dan is dat allemaal aan het smelten. Oké, een klein beetje bij doen voor de show. Dan kun je dat zien. En dan gaan we straks nieuw water hebben. Hè. Kijk al. Altijd een detail in die speculeren. Allright. En in detail in de schaduw. Een super surfer sketting. Oeh, geniaal. Oeh, geniaal. Voilà. Verificatie op de GPS. En nou daar gaan we. Vermoedelijk dat spoor rechts voor ons, zodat we uitkomen bij die twee anderen. Ik kan niet scherp zetten, al die mensen. Ja, we moeten in die richting waar die mensen. Mocht een bericht inspreken voor Masha. Ja, ik zou willen de groeten doen aan mijn mama. Oh, ik vind het heerlijk. 2768. En daar komen ze. En zo gaan we naar voren. Op doodgemak. In de sneeuw, maar het is bakken. En hier is er geen, er zijn geen stroompjes meer, hè, want het is te hoog. Dus er is geen water meer. Het enige wat we konden doen, is ons water mengen met sneeuw en hopen dat er zoveel mogelijk van de sneeuw smelt. Maar we hebben eigenlijk niks meer om te kunnen drinken. Want het dooit hier niet. Ondanks die gigantische straling. Extreme hitte. Ja. Staan, kom weer. Tja, een keer dat we hier zijn. We zijn al hoger dan de eerste kol van de eerste dag. En nu gaan we in die richting. Hier dat paardje volgen. En daar zijn er skiers ergens naar beneden aan het komen, maar kan niet scherp staan. Boven die rotsen er men. En onaandekens. Voilà. Steen. We zijn nog altijd niet op top, maar het zie je niet meer. Voilà, zie. Pauze. Op 100 meter van de kol. De laatste blikken in deze vallei hier. Op die tut die we al heel de tijd gevolgd hebben en die heel de tijd langzaam verandert van vorm. En dan moeten wij daar omhoog. En daarachter die kol. En dat zijn die skiers die we al gepasseerd hebben. We hebben ze al beneden ons gezien, zijn ons voorbijstoken. Zijn ons dan voorbijstoken en skiën. Dat zijn naar beneden ging en nu is ons weer voorbijstoken. Zotjes. Kijk, zie. Wel heel stom dat die hoogtelijn er niet op staan. Ja, hè. We zijn bijna boven. We hoeven 215 meter in afstand. En we zien. En daar is de maan al. Fok, ik heb wel hoogtevrees hier. Voilà, daar moeten we naartoe, nog 100 meter. We komen van daar beneden. Maar even, het heeft doodschrik. Al 200 meter doodschrik van hoogtevrees. Dus ik kan er niet echt goed mee filmen. Maar fucking hell, man. Ja, we zijn er bijna, nog 100 meter. Vandaar komen we waar Filip is. En die zien nog niet wat ik hier zie. Daar achter. Je kunt er nieuwe bergtoppen zien. En dat is de top van de kol.
hoogte die wij wilden bereiken. En daar is Pauzesie. En rechts van ons zijn er nog bergen. Maar dat is niet voor vandaag. Dat is niet voor vandaag. En daarachter zijn er nog, kijk. Daar is de Col. En daar is toch Philipsi. De laatste 10 meter verticaal omhoog. En vandaar, achter het noek rechts komen wij. Voilà, beste mensen, we zijn hier op de top van de Col, op de GTA. Ik ga het zelf niet meer proberen lezen, want het is een beetje te moe. Dat moeten we zelf maar doen. Vandaar, om de hoek rechts kwamen wij. Daar hebben we de Col. Dat is de Filip, dankzij wie dat mee mocht. Om hier een mega avontuur rock and snow te hebben. Ah, straks moet hij afdalen. Hè. En waarschijnlijk gaan we langs dat paardje daar. Voilà mensen, want daar waren wij gekomen. Hier in de Col. En nu gaan wij daar naar beneden. Waar dat Philippe is. Achter Philippe heb je dus de Monte Visto. En de Pain de Sucre of zoiets. Als ik het ondertussen goed omtoon heb, want het is toch al langer dan 20 seconden geleden. Kijk ze. Fantastisch hier. We gaan naar beneden. Ik ga Philippe volgen dat hij niet lang moet wachten. Tot straks, mensen. Nou, dat is een filmpje. Filmpje van de schaduw. Wandelen. Pain de Sucre. Monte Visto. Monte Viso. We gaan naar beneden. Amai. Evert heeft de fucking hoogtevrees. Niet normaal. Niet normaal. Waar is Philippe? Kom maar door. Hier zie je. Naar beneden stappen. En dan de Viso. En de Fennis. Fuck man. In volle hoogtevrees. Maar het is gewoon om niet te filmen. Maar fuck man. Daar gaan we naartoe. Ja, ik hier een filmpje van mijn tuin van vandaag. Dus had ik geen plek meer op mijn telefoon. Dus ik heb eerst van moeten Philippe. Ik kon niet meer filmen. Daar slaapt Philippe. Bij zijn tuin. En hier. Even tot slapen, denk ik. Dat was een tuin van vannacht. Zie je staan. Een uur op eten. Hoe laat je? Nog heel eventjes vanuit de tent. We zijn daar een vuurtje aan het maken. En een beetje aan het... Ja, dan zie je een beetje het landschap. Hè.